communicatiewetenschapper Merel van Ommen promoveert aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar moraliteit in televisieseries. Vroeger, stelt zij, waren de hoofdpersonen in die series altijd karakteristieke goede rikken of juist slechte rikken. Maar dat is nu veranderd. De hoofdpersonen in de series die nu populair zijn, die worstelen juist heel erg met allerlei ethische dilemma's. Ze zijn goed, maar toch ook een beetje slecht. Ze weten niet zo goed welke beslissingen ze moeten nemen, enzovoort. Zij noemt daarom ook die tv-series een soort moreel laboratorium. Merel, kun je daar iets meer over vertellen? Jazeker. Wat we zien op televisie is dat er eigenlijk een groeiend aanbod is van series die dwars tegen alle klassieke Hollywoodregels ingaan. Namelijk dat de hoofdpersonages niet moreel juist zijn, maar niet perfect, maar dat ze eigenlijk meer moreel slecht zijn, maar ook wel heel veel goede eigenschappen hebben. En die hoofdpersonages zijn eigenlijk held en schurk in één. Daarnaast zijn er ook nog heel veel bijpersonages die eigenlijk weer een andere opvatting hebben over hoe goed te handelen. En er is dus voortdurend discussie tussen personages, maar ook in personages. De personages weten het zelf eigenlijk ook niet zo goed hoe een goed mens te zijn, hoe te handelen. En aan de kant van de kijker gebeurt dan eigenlijk iets heel erg interessants. We weten uit onderzoek dat de kijker voortdurend oordelen velt over de situaties en de motieven. Dat is ook een groot gedeelte waar we ons plezier vandaan halen. Maar de televisieseries van tegenwoordig, die dragen eigenlijk niet een heel eenduidige morele boodschap uit. Dat is eigenlijk een hele ambiguë boodschap. Dus de vraag is, hoe gaat de kijker daarmee om? Ja. En de kijker vraagt zich dat ook vaak af, wat zou ik doen? En dat is eigenlijk wat ik bedoel met een moreel laboratorium. Dus dat er eigenlijk veel ruimte komt voor de kijker om zelf aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld de eigen opvattingen, de eigen ervaringen en wat het verhaal de kijker vertelt. En dat eigenlijk allemaal meeneemt, al die reageerbuisjes meeneemt om uiteindelijk tot een oordeel te komen over wat ze zien in die series.